Nou, wij denken dat er inderdaad minder voetbalclubs zouden moeten komen. Of het nou echt de helft zou moeten zijn, daar laten we ons niet over uit. Maar clubs moeten gezond en vitaal worden. En dat vinden we denk ik, dat vinden we belangrijk dat dat gaat gebeuren. Betekent dat er voldoende spelers zijn, dat er financieel gezonde clubs zijn. En dat is denk ik voor de hele sport is dat goed. Ja, ik vind persoonlijk het sentiment van een voetbalclub juist een van de leukste en mooiste onderdelen ervan. En voor ons hoeft een club echt niet weg omdat hij te klein is. Wat wel belangrijk is, is dat voetbalverenigingen financieel alles op orde hebben. De exploitatie rondkrijgen, geen schulden hebben. En we moeten kijken naar hoe we de voetbalvelden in Leiden zo goed mogelijk verdedigen. Het is onzin dat de hockey en de rugby allemaal jarenlang extra velden nodig hebben. En dat we tegelijkertijd eigenlijk in de voetbal heel veel velden heel weinig gebruiken. Dus natuurlijk moeten we kijken hoe we de club zo slim mogelijk indelen. Maar dan hoef je echt niet als club weg. Daarom willen wij ook dat de gemeente uiteindelijk meer zekerheid gaat bieden aan verenigingen. Bijvoorbeeld Leiden en Rijnland, die gaan nu fuseren. Dat de gemeente ook veel meer hun een stapje helpt om op het moment dat zij gefuseerd zijn ook daadwerkelijk de komende jaren verder te kunnen groeien. Dat we meer zekerheid bieden dat ze dan ook daadwerkelijk daar kunnen blijven. Inmiddels speelt bijna 40% van de Leidse jeugd buiten de Leidse stadsgrenzen. Dus dat betekent dat verenigingen de verantwoordelijkheid hebben om sterker te worden en interessant genoeg te zijn om te zorgen dat de Leidse jeugd weer bij Leidse voetbalclubs voetbalt. Nee, dat vinden wij absoluut niet. We vinden het heel belangrijk dat misschien clubs, er wordt dan gezegd sentiment. Wij denken gewoon dat het eigenlijk vooral belangrijk is dat clubs een goede maatschappelijke functie hebben. Dat mag wel meer naar voren komen, ook in het beleid van de gemeente. Heel vaak wordt sport en maatschappij eigenlijk heel erg strikt van elkaar gescheiden. Sport en zorg wordt ook heel strikt van elkaar gescheiden. Dat vinden wij eigenlijk een hele slechte zaak. En of dat dan sentiment wordt genoemd, wij denken gewoon dat die clubs in principe ook een recht hebben van bestaan. Ja, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde antwoord als de eerste. Ook daar gaat de politiek niet over. We hebben gezegd, clubs moeten vitaal zijn, moeten gezond zijn. Dat betekent geen huurachterstanden. En dat betekent dat ze ook de huur moeten kunnen blijven betalen. Op het moment dat dat niet kan, dan zal de politiek moeten ingrijpen. En vinden wij dat die clubs dan ook niet meer gesubsidieerd zouden moeten worden. Maar wij gaan er niet over hoeveel clubs er wel of niet overblijven. Wij vinden dat alle clubs die daar zijn, vitaal moeten zijn. En dat is aan de club zelf en niet aan de gemeente om iets te blijven subsidiëren wat geld in een bodemloze put is. Die tijd is voorbij. Ook dat is weer niet aan de politiek. Zolang voetbalverenigingen zichzelf kunnen bedruipen, geen schulden hebben bij de gemeente, een vitaal aantal leden hebben, genoeg vrijwilligers, wie zijn wij dan om hen te blokkeren? Wel is het zo dat veel Leidse voetbalverenigingen dat niet voor elkaar krijgen, nou ja, dan zou het kunnen zijn dat ze moeten fuseren. Maar dat willen wij dan graag. Van onderop moeten ze zelf het initiatief toenemen. Wederom niet direct een taak van de politiek.